Nee, je kan hier niet meer leven. Sinds 2 maanden heeft Danny Cornelissen last van een rattenplaag in zijn Nijmeegse huis in de wijk Waterkwartier. Hij ving er inmiddels al 35. En dan heb ik het niet over kleintjes of een muisje, want het verschil kan ik heel goed uit elkaar halen tegenwoordig. En eergisteren was het hek van de dam. Toen hoorde ik s'nachts, dacht ik druppels te vallen. En toen ben ik op zoek gegaan en we hebben vlieringtrappen. Die heb ik losgetrokken. En daar kwam toen honderden, misschien wel duizenden maaien en een hele grote rat naar beneden vallen. Ja, ik kan niet meer. En ik heb betaal ook gezegd van vandaag is de laatste dag dat ik in deze woning kan zijn. Mijn vrouw heeft gisteren haar spullen gepakt. Mijn dochter die slaapt al meer dan een week niet thuis. Ja, ik kan niet meer. Een woordvoerder van woningcorporatie Portaal laat weten het verschrikkelijk te vinden voor Danny. Er wordt inmiddels gewerkt aan een oplossing, maar het probleem is helaas te groot om van de ene op de andere dag uit de weg te ruimen. De oude riolering in de hele buurt moet worden vervangen, net als veel plaatwerk dat is aangetast door de uitwerpselen van de ratten. Het begon voor Danny ook met de lucht van urine. Maar sinds 2 maanden tot mijn ontdekking gekomen, omdat ik een plaslucht rook vanuit mijn kelder. Toen heb ik de kelderdeur verwijderd. Die was toen al helemaal verschrompeld door de plas van de ratten. En toen eigenlijk alsof ik een trapje van de hel binnenliep. Nee, je kan hier niet meer leven. En ik begrijp ook niet niet 2 maanden geleden toen ik al zei van ik heb 25 ratten in 2 dagen gevangen. Dat ik toen niet al het huis uitgezet ben zodat ze hier vol gas de boel konden rechttrekken. De woningcorporatie bood hem een hotel aan, maar dat wilde Danny niet omdat een coronacheck dan verplicht is. Het ratten- en madenprobleem heeft in ieder geval een flinke impact op zijn leven. Vannacht heb ik in de auto geslapen. Is geen lolletje om met je honden in de auto te slapen. En dan zeg ik, er staan hier 30 rattenvallen door mijn huis heen verspreid. En die zijn zo groot dat die 3 kleine hondjes van mij, als die op zo'n valletje bij zo'n val in de buurt komen, zijn ze gewoon op slag dood. En er is geen woongenot meer.